Ja, Schneider. Het is een spoedgeval. Moet je weg? Kom zo snel mogelijk terug. Het is toch belangrijk? Ja. Ramon Bax, een schrijver. Hier zit hij, aan de rand van dit meer, in een houten huis. Heb je dat nog steeds nodig? Ik gebruik af en toe coke, ik rook een joint. Jij eet muesli, daar zeg ik toch ook niks van? Muesli is gezond. Muesli is voor geit. Hij is niet alleen, hij is met een huilende vrouw. Ja. Dat is een slaapmiddel, daar word je dik van. Die huilende vrouw is zijn dochter. Jij wil een slome, dikke dochter, zodat jij je boek kan werken. Bax. Hij is onderweg. Ga jij me nu vertellen dat die Schneider onderweg is? Je moet hem pakken, Bax. Weet je al iets? Ik sta nu bij het Emma-gemaal. De hele boel is hier vastgelopen. Snap je godverdomme niet in wat voor situatie wij ons bevinden? Ik moet alcohol hebben. Hey, Ramon. Krijgt je water geen kus? Dit komt allemaal heel erg ongelegen, weet je dat? Ik neem Jules mee, die jou met één duim dooddrukt. Jij kwam me toch met één duim dooddrukken? Ja. Ik ben bijna klaar, hoor. Problemen met een centrifugaalpomp. Tot straks.